De hele familie Vroger keert weer terug op de buis en maakt zich op voor een nieuwe uitdaging in een camper door het Engelse landschap. Vandaag zijn er dan eindelijk de eerste beelden en zoals we van de Vrogers verwachten, brengt het een hoop gezelligheid, bitterballen en chaos. Wat een mooi gezicht zo, die campers achter ons. Ik zie er gewoon vier rijen achter ons. Ja, mooi. Wij kijken toch mee in die spiegel? Ik zie jij niks? Nee, ik zie alleen de camper. Ik toch ook? Ho, 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 ho! Gaat helemaal mis daarvoor. Wat moet hij met zo'n ding, zo'n steek maken? Welkom in Frankrijk. Het is heel bijzonder om het hele zootje in eentje bij elkaar te krijgen. Gelukkig kun je mij niet maken als moeder en oma. Klaar voor de start, go! Lekker dan! Toen zag ik het hele plasbakdrama. Is er stront aan een knikker? Was vroeger toch echt een talentvolle zanger, hoor. We zijn hier nog geen volle dag. En het is mijn dochter alweer gelukt om alles op slot te gooien. Ik kan hier om gieren. Hij vindt het wel leuk. Ja, leuk, hè? Campinglife. Geweldig. Happy, happy camper. Ja, hier heb ik zin in. Dit is gewoon ouderwets gezellig, de Vrogers. Heerlijk. Ja. Leuke familie ook natuurlijk. Hele leuke familie. Het was niet geheel ongevaarlijk, nee, de hele tripje. Dat is natuurlijk voor de serie fantastisch. Maar Maxime, de middelste zoon van René, heeft een hele leuke vriendin, Ruby. En die heeft echt een enorme klapper gemaakt in die zin. Die heeft keihard haar hoofd gestoten. En daarmee ook een fikse wond opgelopen. En daar heeft ze zelf op Instagram foto's van geplaatst. Wow, man. Dan zie je ook wat daar een enorm... Ik dacht dat dit een Halloween-dingetje was. Hangen sluitwerk bijna aan te passen heeft moeten komen. Ai, ja, ai, dat ai. Is echt pittig. Ze is er gelukkig niet minder mooi door. Dat was natuurlijk al. Maar ja, dat is toch wel een beetje het risico... dat als er dit soort dingen gebeuren in zo'n serie... Ja, dan komt dat misschien ook nog wel in beeld natuurlijk, denk ik. Dit is dan even heel heftig, maar er wordt volgens mij vooral heel veel gelachen. Wanneer kunnen we gaan kijken? Vanaf 1 november, volgende week woensdag, 8:30 bij TLC. En wie vooruit wil kijken, kan dat doen op Discovery+. Heel goed.